Hallo iedereen, bedankt dat jullie weer kijken naar een van mijn video's. Vandaag heb ik weer een maandelijks favoriete video. Vorige maand had ik niet veel nieuwe favorieten, dus ik vind het nutteloos om telkens oude dingen te herhalen. Dus deze maand heb ik een aantal nieuwe productjes die ik wil laten zien. En als jullie benieuwd zijn, blijf zeker kijken. Ik heb een paar nieuwe haarproducten, omdat ik mij deze maand redelijk bezig gehouden heb met mijn haar. Ik heb in andere video's al gezegd dat ik graag een beetje wil verdonkeren van haarkleur. En dat is voornamelijk omdat ik zodanig vaak balayages heb laten doen en zelf gedaan heb. Om mijn haar op bepaalde plaatsen een beetje begint af te breken. Voornamelijk rondom mijn haarlijn vooraan. En dat is omdat de haartjes daar zeer fijn staan bij mij. Dus het begint een klein beetje af te breken. Wat dat normaal is als je overmatig ontkleurt. En dan nog eens warmte gebruikt zoals ik altijd doe. Dus ik heb maskertjes gekocht. Een conditioner gekocht. En leave-in conditioners en zo. En het eerste wat ik ga laten zien is de conditioner die ik nu gebruik. Dat is deze van L'Oréal. De Smart Bond Conditioner. Die is aanvullend op de Smart Bond nummer 1 en 2. Dat is nummer 3. Het zou vergelijkbaar moeten zijn met Olaplex. Maar ik weet dat Olaplex een eigen formule heeft en een patent daarop heeft. Dus ik geloof dat deze een beetje gelijkaardig moeten zijn. De Fiberplex, de Smart Bond. En er zijn zeer veel merken die nu uitkomen in hun eigen versie van Olaplex. Dus dit is de aanvullende verzorging daarop. Dit is de conditioner in principe. Gewoon aanbrengen op nat haar. Als je het gewassen hebt, 3 minuutjes laten inwerken. En dan weer uitspoelen. Dus dat is wat ik probeer te gebruiken als ik geen masker gebruik. Het masker dat ik tegenwoordig veel gebruik is de Osmo Deep Moisture Masker. Deze heb ik gekocht in het product uiteraard. En ik vind dat deze een zeer aangename geur heeft. Een beetje zoet. En er staat op dat het een hydraterend masker is voor droog en beschadigd haar. Dus ik gebruik eigenlijk bijna iedere keer een masker in plaats van een conditioner. Maar als ik gewoon niet veel tijd heb om mijn masker te laten inwerken, gebruik ik de conditioner. Ik wissel een beetje af gewoon. Dat is niet slecht voor je haar om af en toe een keer af te wisselen. Dus ik gebruik deze. En het is een zeer goede, maakt zeer zacht en doorkambaar. En dan als laatste om in mijn haar te doen, gebruik ik ook elke keer, want ik geloof dat mijn flesje is het nog tot hier gevuld en ik denk dat ik het een maand geleden gekocht heb of een maand en een half geleden. Ik gebruik hem elke keer als ik mijn haar gewassen heb, dus als het nat is, gebruik ik deze. En dat is voornamelijk omdat mijn haar soms zeer droog kan staan, voornamelijk op de puntjes. En dan ziet het er gefriseerd uit. En wanneer ik deze erop doe, is dat een pak beter. Dus het is een 10-in-1 van Revlon. De Unique One noem het. En ze hebben daarvoor verschillende geuren in. Ze hebben kokosgeur, witte lotus. En dan deze geur. Ik verkies deze. Ik hou niet superveel van de geur van kokosnoot. En deze heeft 10 voordelen. Dus waaronder herstellende werking, shine, heat protector, zorgen dat het mooi glad en silky is. Het gaat uw haar ook beschermen, de kleur ervan tegen de zon. Zorgt ervoor dat het makkelijker doorkambaar is. Dus deze is echt een van mijn beste vriendjes geweest de afgelopen maand en een half. En ik ga deze zeker opnieuw kopen, want ik vind hem echt fantastisch. En het zorgt er ook voor dat mijn haar en mijn krullen veel mooier vallen wanneer ik mijn haar naturel laat. Dan overgaan naar de gezichtsproducten die ik deze maand een beetje heb uitgetest en verder gebruikt heb onder andere. Het eerste is iets nieuws en dat is deze dagcreme van Garnier de Hydra Balm. Het is een antioxidante watercream moisturizer. Het heeft een zeer gelachtige formule, wat ik eigenlijk wel apprecieer. Het geeft zo'n beetje een verfrissend effect aan het gezicht, ziet er een beetje rozen uit. En ruikt zeer aangenaam. Het is met granaatappel, dus daar zitten antioxidanten in. Wat ideaal is voor de huid. En gaat ervoor zorgen dat je huid terug gehydrateerd wordt. Mijn huid voelt babyzacht aan wanneer ik het heb ingesmeerd. Dus het is een grote aanrader voor mensen die bijvoorbeeld droge huid hebben of een normale huid. Het staat op dat het voor alle huidtypes is, maar dat weet ik dus niet zo goed. Dan ga ik nu overgaan naar de andere producten die ik deze maand veel gebruikt heb. Sommige producten zijn ook weer herhaling, maar gebruik ik op een andere manier of dergelijke. Dus het eerste wat ik ga doen is beginnen met de gezichtsproducten.
om mijn make-up onder mijn ogen af te poederen. Dus mijn concealer onder andere gebruik ik deze Healthy Look van Catrice. Ik was deze eigenlijk compleet vergeten en dan vond ik hem terug tussen mijn poeders. Dus ben ik deze terug beginnen gebruiken en deze geeft een zeer smooth finish. Alleen zou ik willen dat hij iets lichter was, want ik vind dat er een zeer klein plekje lichte kleur in zit en dan is het redelijk donker voor mijn huidskleur en voor onder mijn ogen, waardoor hij soms een klein beetje te donker is naar mijn zin. Dus dat is deze, maar hij geeft wel een zeer mooie finish. Hij ziet er niet super mat uit, maar een gezonde matte look. Dan het volgende, om mijn gezicht eigenlijk een beetje af te poederen, wat ik eigenlijk niet echt veel doe, gewoon omdat ik een droge huid heb en het is niet echt nodig, is iets raars en dat is deze Pure Nude Highlighter van Essence. Deze is zodanig licht en natuurlijk van kleur en finish dat deze ideaal is om als poeder te gebruiken. Deze ziet er zo uit, ik weet zelf niet of het te zien is. Zeer natuurlijk, geeft een gloed, maar eerder een gloed zoals dat je... Deze geeft een mooie gloed en het is precies zoals dat je veel gedronken hebt. Je bent gehydrateerd, zo ziet de huid eruit en dat vind ik super mooi eraan. Omdat ik er anders zeer vaal en mat uitzie en dat vind ik zelf niet zo mooi, bij mij dan. En daarvoor gebruik ik dus mijn fanbrush. Ik ga gewoon zeer lichtjes over mijn gezicht en dan geeft het de meest natuurlijke gloed. Ik concentreer ook voornamelijk de highlighter op mijn jukbeenderen, want daar mag het wel iets meer zijn. Maar op de rest van mijn gezicht ga ik gewoon zeer zachtjes. Dan om nog wat extra highlighter toe te voegen als ik me extra fancy wil voelen die dag, gebruik ik deze in mijn Bronze & Glow paletje van Makeup Revolution. En deze bronzer gebruik ik ook non-stop. Het is iets wat ik dagelijks gebruik, want er zit al een deuk in mijn bronzer van zodanig veel te gebruiken. Ik heb ook gezien in het foldertje van Kruidvat dat deze vanaf volgende week ook in de Kruidvat's gaan liggen. Deze is bijna exact hetzelfde van kleur als de Pure Nude Highlighter. Alleen is deze subtieler en deze heeft iets meer pigmentatie ook. Alhoewel, ze zijn anders van formule. Deze is iets meer opvallend qua pigmentatie op het gezicht. Deze is veel subtieler. En dan om wat kleur toe te voegen aan mijn gezicht heb ik het Morphe 9N palet. Deze heb ik volgens mij in mijn laatste Monthly Favorites ook laten zien. Mooie natuurtinten, iets warmere tinten. Ik gebruik voornamelijk de twee onderste, deze en af en toe deze. De andere, daar ga ik niet zo vaak naar neigen. Maar ze zijn wel zeer mooi en zeer gepigmenteerd van kleuren. Dus op het einde van mijn make-up gebruik ik af en toe, maar het is niet altijd. Wanneer mijn huid een beetje een extra boost nodig heeft of er een beetje vaal uitziet, gebruik ik de Dewy Finish Setting Spray van NYX. Deze gaat ervoor zorgen dat mijn highlighter er minder poederig uitziet en veel beter op mijn gezicht zit. Dus dat is deze ook een grote aanrader. En ze hebben daar ook een matte versie van voor de mensen die een iets vetter huidtype hebben. En dan mijn derde laatste artikel is een oude favoriet die ik terug ontdekt heb. Ik heb deze vorig jaar gekocht als ik in Ibiza was. En dat is deze Water Eyeshadow van Kiko in de kleur 200. Ziet er zo uit. En zo ziet hij er niet speciaal uit, maar hij heeft zo'n mooi foiled effect op de ogen. En zelf een beetje glitterachtig vind ik. Dus dat is deze in het roze. Het is een beetje een champagne roze kleur. En ze hebben er nog veel andere varianten van. Als je hem nat gebruikt is hij nog intenser en is super mooi. En dan wanneer ik die aangebracht heb, gebruik ik graag mijn Wet n Wild Greed paletje. En gebruik ik gewoon de zwarte kleur hier in het hoekje. Doe ik een soort van winged liner. En dan smudge ik het een beetje met een fluffy blending kwast. Dus wat ik vandaag ook gedaan heb, gewoon een beetje zwarte oogschaduw in de buitenooghoek uitblenden. Daardoor ziet mijn oogschaduw er veel zachter uit. De eyeliner ziet er zachter uit. En uw oog lijkt ook een beetje gelift, meer de amandelvorm, wat dat de ideale oogvorm is. En een nieuwe mascara die ik ontdekt heb, is deze False Lash Mascara Extreme Volume and Curl. Dat is deze van Essence. Het was een actie, twee kopen en dan krijg je de tweede aan de helft van de prijs. Dus ik heb nog een andere gekocht ook. Maar die is minder mijn favoriet, gewoon omdat het kwastje een beetje moeilijk is om mee te werken.
Deze kwam zo in het tubetje, dus ik kwam al gebogen in de tube. Maar zoals jullie ook al weten vanuit vorige video's, doe ik dat meestal zelf met mijn kwasten. Dus dat is die. Je moet wel gans in het begin een beetje de kwast afkuisen, omdat er nogal veel product aan blijft hangen, maar voor de rest is dat geen probleem. Dit is dus mijn favorietje. Ik heb deze vandaag ook weer op en ik vind het effect zeer mooi. Maar je moet wel in dunne laagjes proberen werken, want anders heb je nogal rap een klonterig effect en dat vind ik niet zo mooi. Dus dat was alles voor mijn maandelijkse favorieten voor de maand april. Morgen zijn we 1 mei en time goes by so fast. Dus jullie zijn enorm bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat vooral onderaan de video achter wat jullie favorieten zijn. En ik zie jullie in mijn volgende video. Bye!